meisjes, vandaag een nieuwe video. We gaan het met elkaar hebben vandaag over de verhaaltjesom, zoals elke dag. En we gaan rekenen met de tussenstap met eraf. Gisteren hebben jullie erbij sommen gemaakt. Vandaag gaan we eraf sommen doen. Ik heb gezien dat een aantal kinderen vergeten om de tussenstap op te schrijven. Belangrijk om dit wel te doen. Ik wil namelijk zien of de tussenstapsom bij je lukt. Maar eerst ga ik jullie de verhaaltjesom van vandaag laten horen. Namelijk, Piet moet om 9 uur op school zijn. Hij loopt er een half uur over. Hoe laat vertrekt hij dan van huis? Dus Piet moet om 9 uur op school zijn. Hij loopt er een half uur over. Hoe laat vertrekt hij dan van huis? Ik ga het jullie uitleggen door even de klok eigenlijk na te tekenen. Dus we zien hier twee klokken. En de achterste klok is hoe laat het is als Piet op school moet komen. Namelijk 12, 1, 2, 3 zien we zo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. Hij moet om 9 uur op school zijn. Dat betekent dat de kleine wijzer naar de 9 staat en de grote wijzer naar de 12. Als je dan wil weten wat het een half uur daarvoor is, zou je op de klok daarvoor een half uurtje terug moeten tekenen. En een half uurtje betekent dat de grote wijzer niet meer boven staat, maar de grote wijzer wijst, de grote wijzer wijst naar beneden, bij de 6. Hij staat nu niet meer op de 9, maar hij staat iets voor de 9. Het is dan dus 8:30. 8:30 is het antwoord wat we dadelijk op gaan schrijven. Ik ga eerst nog even voor jullie twee sommen voordoen van de tussenstapsom met eraf. Belangrijk dat je weer gaat splitsen, dus we zetten weer het splitshoedje. Ook die wil ik bij iedereen zien vandaag. Het splitshoedje. We gaan er 9 splitsen. We gaan dus eerst weer kijken welk tiental komt er voor de 43. Dat is 40. Dat is het tiental wat voor de 43 zit. Hoeveel is er vanaf gegaan als je van 43 naar 40 gaat? 3. De 9 splits ik in 3 en in 6. Ik moet dus nog 40 eraf 6 doen. En let op dat als je 40 eraf 6 doet, dat wordt geen 46. Nee, dat wordt dan 34. Dus let op dat je ook op het einde nog steeds eraf blijft doen. Doe ik er nog één voor. 23 eraf 4. Ik zet het splitshoedje onder de 4. Ik ga hem splitsen. Welk tiental ligt er voor de 23? Dat is de 20. Die schrijf ik dus op. Hoeveel is er vanaf gegaan? 3. De 4 splits ik in 3 en in 1. Ik doe dan dus nog 20 eraf 1. En 20 eraf 1 is 19. Dan ga ik jullie nu het werkblad uitleggen. Oké, vandaag lijkt het werkblad een beetje op die van gisteren. Je gaat namelijk alleen maar sommen maken met de tussenstap. En ik heb eigenlijk alleen maar sommen tot 60 ertussen staan. Maar nog één heel belangrijk ding is namelijk, waar moet je nou de geheime vraag op schrijven? Nou, dat doe je hier rechtsbovenaan. Het kan zijn dat je straks het streepje niet ziet staan op het werkblad. Dat is helemaal niet erg. Denk er dan aan dat je het streepje zelf mag zetten. Dus zorg dat het antwoord van de verborgen vraag wel op jouw blad staat. Succes!